Nederland heeft het reisadvies voor Curaçao aangepast naar code oranje. Dit houdt in dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden. Vakanties horen daar niet bij. Dit is voor ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme op het eiland een doodsteek. Zoals Hans Pleij, eigenaar van een duikschool. Nou, ik heb een duikcentrum en ik ben eigenlijk 100% afhankelijk van het toerisme. En toen we de eerste lockdown hadden in maart, toen kwam de klap hard aan. We hebben nog 4 maanden doorgedraaid met personeel erbij en geprobeerd om de boel overeind te houden. Nou, dat heeft alleen maar geld gekost. Mijn agenda is helemaal leeg. Vanaf maandag staat er eigenlijk niks meer in. Ik heb nog wat druppeltjes die nu doorlopen tot en met zondag. En dan 1 lokale nog waar we de cursus mee afronden. Maar dan is het ook echt afgelopen. Dan is het het einde verhaal. En dan verwacht ik ook niet dat er nog toeristen komen. En dan is het laatste beetje wat we hier hebben is weg. En dan is het, dan gaat de deur dicht. Code oranje is toch voor veel mensen de code om te zeggen, ja, ik ga niet. En de bottleneck daarachter zijn vaak de 10 dagen quarantaine die ze thuis moeten doorbrengen. En ja, ik kon alleen maar tranen in mijn ogen springen. Dat is het enige wat kon gebeuren, want ik denk, nou, we zijn terug bij af. De meeste toeristen op het eiland begrijpen helemaal niets van het aangescherpte advies. I've seen the measures change, I've seen the curfew change, and I've seen how much everyone here has done to make it safe, how much the hospitality industry has done, the dive schools. And it's great, it feels really relaxed and lovely. And I was surprised to see the code orange. I think it's a big shame given the amount of work that people have put in to keep everything safe. Ik heb het gevoel dat mensen, en zeker in de toeristische gebieden, niet dicht op elkaar zitten en daarin onverantwoorde risico's nemen. Ik heb het gevoel dat in Nederland, dat het, wat dat betreft, mensen meer op elkaar zitten en dichter bij elkaar zijn dan dat het hier is. Nee, als ik afga, ja, dat ga je af op de laatste bericht. Als ik het even google, dan zijn er 8 mensen overleden. Dat is heel erg, misschien inmiddels meer, weet ik niet. Maar dat is niet in verhouding. Ook niet in verhouding tot een code oranje, lijkt mij. De hele toeristensector sluiten, om mee te beginnen. Dat is een drama. Dat betekent dat al die mensen straks op straat staan. Bij elkaar, letterlijk. Succes, meneer Rutte. Ja, dus als het aan jou had gelegen, had je gezegd van, nou ja, ik zie niet in waarom ze deze beslissing hebben genomen. Nee, niet voor mij. Voor de bevolking, voor de economie. Ik vind het persoonlijk echt belachelijk. Ja.